Goeiedag kijkers, welkom bij deze break in verband met 1 juli Kitty Kotti, oftewel de afschaffing van de slavernij. Wij staan in de galerij van G Art Block aan de verlengde Keizerstraat, waar zojuist de Kitty Kotti 2022 Pewego Festival of Freedom is geopend. En om meer over dit event te weten, praten we met de onderdirecteur van het directoraat cultuur, de heer Clifton Braam, die ons heel wat hierover zal vertellen. Kijkt u mee. Meneer Braam, goedendag. En een sweet mas passi toe gewenst. Grand tangi en ook toe Giyu en alla desma di Eluku ATV. Meneer Braam, vertelt u me een beetje, wat moet de samenleving verstaan onder Kitty Kotti 2022 Pewego Festival of Freedom? Het is belangrijk dat we weten waar we naartoe gaan. Als je hoort Pewego, dan lijkt het op een vraag. Pewego, waar gaan we naartoe? Maar het is niet maar alleen maar een vraag, het is ook een bevestiging. Pewego, we weten waar we naartoe gaan. En waar gaan we naartoe? We gaan vooruit. Oesapsapsa nou bakka. We kennen onze historie, we kennen onze geschiedenis. Maar no adeprespari voor Oesabi wat we ermee gaan doen. Een belangrijk gegeven bij dit alles is natuurlijk vrijheid. Geweldig recht van alla libisma. Wat doen we met onze vrijheid? Wat betekent onze vrijheid? Hoe gebruiken we onze vrijheid? En daar gaat het om, onder andere ook bij het directoraat cultuur, als we kijken naar de creatieve vrijheid van kunstenaars, van artiesten. En dat laten we vanavond bijvoorbeeld ook zien, vanaf vanavond zien, met deze expo. Mensen die hun creatieve vrijheid erop losgooien. Om zaken die te maken hebben uiteraard met die afschaffing van die slavernij en die slavernij te laten zien. In zowel kunstwerken, beeldende kunst, spoken word, muziek, documentaires, anything. En dat laten wij dus zien tijdens Festival of Freedom. De naam zegt het. Het is een Festival of Freedom. Artiesten, kunstenaars laten hun vrijheid zien. Dat ze die culturele diversiteit die we hebben en die creatieve vrijheid die ze hebben kunnen omzetten in prachtige werken. En wat betekent zo'n festival op zich ook voor het directoraat cultuur? Voor ons is het zeer belangrijk dat we niet alleen maar kijken naar, wanneer we praten over cultuur, de mooie crossies, het lekker eten, culinair, you know, de differenti poku. Nee, het is ook belangrijk dat we onze culturele normen en waarden vooral, dat we daar naar kijken. Toch, hoe gaan we met elkaar om vandaag aan de dag? Hoe leven we met elkaar? Hoe kijken we nog naar elkaar om? Zijn we daadwerkelijk die bromtje? Ja, die zijn we daadwerkelijk één volk. You know, van wij go om naar Ousrevi. Het directoraat cultuur heeft hoog in haar vaandel Wina Wang. We zijn één. En daarom zeggen we, dit is een kick-off naar nog meer activiteiten. Want we gaan volgend jaar naar die Bigiari van Kitty Kotti. We gaan naar die Bigiari van de Hindoestaanse immigratie. We gaan naar die Bigiari van de Javaanse immigratie. Dus er is werk aan de winkel. We komen uit een periode waar we niet vrij konden doen wat we willen. We kunnen natuurlijk nog niet helemaal vrij, want we moeten rekening houden. Maar dan nog geeft dit ons de gelegenheid om weer bezig te zijn daarbuiten. Dus cultuur heeft deze gelegenheid aangegrepen om met de kunstenaars natuurlijk bezig te zijn. En dit presenteren we aan het Surinaams volk. Archeologische fondsen. Kom kijken wat die geschiedenis heeft gehad, wat die geschiedenis heeft gebracht. Kom weten hoe het allemaal is toegegaan, zodat we weten. Pewego. U heeft het heel mooi gezegd voor alles en nog wat. Er is een scala aan wat men allemaal kan zien. Er zijn 3 dagen hiervoor uitgetrokken. Wat is vanuit uw plek de boodschap naar de samenleving? Behalve kom zien en kom leren. Ja, kom zien, kom leren. Maar belangrijk is dat die bewustzijn dan komt. Omdat het belangrijk is dat we ons bewust moeten zijn van hoe rijk we zijn. Onze culturele diversiteit, dat wat we hebben. We zijn ontzettend rijk. Maar die bewustzijn moet er komen. Die bewustzijn moet ook komen van boven. Zeker weten. Beleidsmakers, toppers, mensen moeten weten hoe belangrijk cultuur is. Dat dit een belangrijk exportproduct is. Dat we veel hebben aan onze cultuur. Laat het niet alleen maar zo zijn dat wij bij hoogtijdagen, als we iets willen presenteren naar buiten, maar laten we goed omgaan met onze cultuur. Laten we beseffen wat we hebben. En daarom zeggen wij bij het directoraat cultuur dat we dit laten zien. Dit is een super erfgoed wat we hebben. Laten we er goed mee omgaan en dat we sapewego en dat we brasso schrijven, want we na wang. En tot slot,
wat is uw mas pasibos kopu gi arrestant van samenleving? Mi mas pasibos kopu bika mas pasi na wantori fu fri. U fri. En meku sabi fawego omdanga a fri du abi. Fri no altijd wan tak de kan du sei wani. No no. Grens de. Sande peim horis refi, want so lees we bereken tak u fri de su kan tak so wan, u kan du so wani. No no. Fri in denki, fugo parakser peyego. Fri in du, fu du alasan sagado gilek talent. You fri, fu sor dati. Fu god doro nanga dati, fu tjadat ka doro. En dat unu, fu kultuur ook tu e tjaka fesi. Grantang, yu bigi masra. Wan sweet mas pasi gomoro fara. So sere figi yu, nanga alanes maf a te fei. Kijk eens, u heeft de onderdirecteur gehoord. Freedom of vrijheid wil niet alleen zeggen dat je mag doen en zeggen wat je wilt. Wij zoeken ook nog de directeur van G-Art Blok op, de heer George Truikelblok. Laat hij ons vertellen over hoe deze opzet helemaal is gebeurd. Blijft u kijken. Ja, kijkers, we hebben de heer Struikelblok gevonden, want je kan begrijpen, het is een galerijopening. Dus hij moet heel wat uitleg geven over allemaal wat er allemaal te zien is. Meneer Struikelblok, wat sweetmans passie? Ja, hetzelfde, Godo.
Dankjewel. Oké, als galerijhouder, wat moet de samenleving verstaan onder de Kitty Kotti 2022 Pewego Festival of Freedom? Nou, Pewego, het zegt het al, hè. Waar gaan we naartoe? En als cultuur weten we precies waar we gaan. Want we proberen zoveel bij elkaar te brengen en aan de mensen te laten zien wat we in Suriname hebben. En Pewego kan ook zijn kunst bij elkaar brengen. Waar gaan de kunstenaars ook naartoe? Wat willen ze met hun werk? En wij als cultuur, of wij van directoraat cultuur, proberen events te organiseren waarbij, nu in dit geval is het kunst en beelden. Dus volgende keer wordt het weer iets anders. Wordt het misschien eten en... Weet je, ik wil niet te veel praten, anders ben ik verrast. Alles, ik zeg alles. Er is niets mis daarmee. Nee, omdat we nu een nieuwe aanpak hebben. En dat vind ik heel mooi. Weet je, als directoraat cultuur willen we toch... Umhoro Igi Festival. En daar willen we naartoe. We moeten de mensen laten zien van... We blijven faciliteren. Maar we kunnen een Igi Festival P, waar mensen een jaar van tevoren weten van... Hey, 1 juli, Festival of Freedom Mekong. Ik moet meedoen, want het wordt groot uitgepakt. En daar willen we naartoe als directoraat cultuur. U ziet het, dit is een mooie expositie. We hebben kunstenaars bij elkaar gebracht. We hebben ze wel gezegd, Festival of Freedom. Je werk moet iets over de vrijheid hebben. En er is een commissie geweest die heeft geselecteerd. Ook op een bepaald niveau. Want we nemen ook niet alles. Want je wil mensen wel stimuleren. Maar je stimuleert hem al wel de juiste, weet je, juiste kant op. En dat hebben we gedaan. En het is een prachtige show geworden. We hebben beelden. U ziet het, hele grote beelden hebben we. Van Jundri Udenhout. Van mijzelf. We hebben beelden van Ted Heijmans, schilderijen van Leo Wong Loy Singh. Dus zijn klinkende namen. Dus ja, een festival. Ik zeg, het is een heel mooi festival. En het blijft twee dagen nog. Dus ja. Hier achter ons? Ja, dit moet ik natuurlijk niet vergeten. Dit is archeoloog. Ja, het zijn fondsen die zijn gevonden. En we hebben gezegd, als directoraat cultuur doen we ook andere dingen. Los van kunst en cultuur zijn er ook spullen hier die ooit zijn gevonden. En ze hebben het ook nooit, ik wil zeggen, niet, ze laten het niet altijd zien aan mensen. Maar voor deze expositie willen we wel, hebben we wel gekozen van, laat het de mensen zien wat archeologische dienst ook heeft gevonden. En bij deze expositie van Freedom, als iemand dan mag langskomen en zeggen, ik vind dit een prachtig stuk voor mijn kantoor, mag ik hem hebben? Natuurlijk, die exposities worden gehouden. Het is net als eten, toch? Je bori, je een serie. Je schilder, je een serie. Dus je wil, natuurlijk, alles is te koop. Ik denk dat op 2 of 3 werken na, maar de meeste zijn allemaal te koop. Dus mensen, kom kijken, want de roko is hangen, ja. Kitty Kotti is vaak, je kan uit huis gaan, je gaat koiri, dus je kan morgenavond en op 2 juli ook in de avonturen langskomen. En we hebben ook, los van de expositie, hebben we ook optredens, spoken words gaat er ook zijn. Dus, sanipsa, er gebeuren dingen en dat hebben we nodig in Suriname. En we moeten elkaar cultuur waarderen en respecteren. Weet je, Willy Binanga Makandra. We vieren alle feesten met elkaar. Look hoe samen weer. Dus mijn ook want jij lekker baba. Is dat me vieren feest toe. Want de wali mo vier toe. Pagwa mo vier toe. Kerst me vier toe. Dus precies zo moeten we met alles meedoen. Want we na wang. We zijn allemaal hier. En laten we met elkaar mooi en goed leven met elkaar. De opening was 30 juni. Kunt u de mensen een boek een beetje inlichten van hoe laat men langs kan komen tot hoe laat men langs kan komen? Ja, dus 1 juli, dus in de avonturen kunnen ze natuurlijk langskomen. 5 uur tot 9 uur zijn we open op 1 juli. En 2 juli zijn we ook open van 5 tot 9 uur. Dus mensen, kom. Het is een hele leuke sfeer. Het is een hele andere aanpak van directoraat cultuur. En verandering moest komen. Weet je, alles verandert. En ongomen aan verandering. En dat moeten we ook als directoraat cultuur laten zien. En dat proberen wij te doen. En vanuit een kunstenaars
oogpunt of perspectief? Wat is uw manspassieboodschap naar de samenleving toe? Hey, ik heb het al gezegd. We moeten elkaar respecteren. We moeten elkaar waarderen. En om libi naar onze revie. En om fight naar onze revie. Isabi, we zijn hier neergezet. En if you fit naar onze revie, ga je nergens komen. Laten we van elkaar houden. En dat is mijn boodschap. Weet je, Aketikoti is iets dat mensen ook bij elkaar brengt. Alle feesten. En if we nou waarderen onze revie, if we nou respecteren onze revie. Uno kom vooruit. En dat moeten we doen. Weet je, dus dat is denk ik heel belangrijk. Wat ik voel ook als kunstenaar. Want ik... Mina wakuli. Maar mijn vierfeest, mijn nja alasani. Weet je? Dus als ik naar mezelf kijk... ik heb ook geleefd tussen verschillende mensen. Tussen de Java, tussen de India, tussen de... Dus mego na Maron Presi, mijn vier Shwiti. Mijn Rokonanga Depching. Dus weet je, je bent een Saranamang, dat ben ik. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel ook hebben. In op tak minawa kuli, minawa saranamang. En ook met mijn kunst, als ik naar het buitenland ga, met mijn werk. Ik ben George Struikenblok van Suriname. Weet je, dus zo presenteer ik mezelf ook. En je vertegenwoordigt je land. En dat is het belangrijkste dat je in je moet hebben. Je bent natuurlijk Hindoestaan, maar... If you look at my schilderij in, is je niks voor Hindoestaan in. Snap je? Maar je schildert uit je hart, je doet je ding. En weet je maakt dingen waar iedereen van kan genieten. En dat is, denk ik, mijn boodschap. Laten we van elkaar houden. En laten we het doen in op doen schijnbaar. In doing. In horusrevie. Precies zoals ik zei. Ja. Heel mooi gezegd, meneer Struikenblok. Heel hartelijk dank. En succes nog morgen. Want morgen is de laatste dag dat men nog even kan langskomen op 2 juli. Dus ik zal maar zeggen succes. Het is heel mooi. De schilderijen zijn echt heel fris. En het is pakkend. Mensen, je blijft kijken. Het zegt je ook zelf wat. Dus het is heel mooi in elkaar gezet. Dus wij van ATV wensen u ook. Wan sweet mans passie. En succes verder. Jullie ook allemaal. Wan sweet mans passie. Yes. Ja, kijk, als je even de heer Struikenblok gehoord. Hij heeft gezegd, Wina Wang. We moeten ons gaan profileren. Niet alleen als, ik ben Creool. Mijn cameraman is ready Creool, om het zo te zeggen. We zijn allemaal Surinamers. Ja, hij Frans, hij zegt ready Creool. Maar ja, volksmond zou mij zeggen, ready man. Niets mis daarmee. Maar we zijn allemaal Surinamers. En we moeten ons ook zo profileren. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel van onze break. Er is nog heel veel te zien. Blijft u afgestemd op ATV. Altijd een goed idee.